live vanuit het koude Kopenhagen is dit de SN Transfer Show. De Transfer Show van Soccer News. Heb je ook nog een mooie knop? Wat betekent deze knop? Ik heb een hele mooie ding-dong knop. Mocht er een transfer komen opeens, ja? Uit het niks, dan druk ik hierop en dan hoor je dit. Transfertje afgerond, transfergeruchtje. Transfer, breaking. Vers van de pers. Er staat iemand aan de deur. En ik hoor ook dat er iemand aan de deur staat, helemaal vanuit Afrika. Er is een transferoorlog ontstaan in die laatste uurtjes tussen Feyenoord en PSV. Welke club denk jij dat uiteindelijk gaat winnen? Ja, ik vind het een beetje paniekvoetbal. Wat Feyenoord en PSV beide aan het doen zijn. Welke spelers heeft PSV proberen ze nog te strikken die laatste uurtjes? Ja, Driehoek sowieso. Maar ja, goed, dat is ook wel een goede versterking, vind ik. Want die doet het bij Excelsior ontzettend goed. Ook een speler met dreiging, wat PSV ook graag wil. Hè? Iemand die passeeracties kan maken aan die buitenkant, wat Noah Lang ook heel goed kon. Kijk. Maar ja, goed, die is geblesseerd. Daarnaast zijn ze ook bezig met Egan Riley van Burnley. Oh, Burnley. Dat is de club in de Premier League waar Vincent Kompany trainer is. Vorig jaar een kampioen geworden in de championship. Dit jaar gaat het al een stukje minder. Dat is een verdediger overigens. Die willen ze huren van Burnley. Jordi Smit staat bij Ajax. Wat is de laatste stand van zaken daar? Ja, geen groot nieuws. Ik denk dat alle Ajax-ieden hadden gehoopt op een extra centrale verdediger of een rechtsbuiten. Dat is het helaas nog niet geworden. Okay. Wel een Salah Eddin, die bijvoorbeeld waarschijnlijk vertrekt. Een Rijkhoff die vandaag is gekomen. Dus er zijn wel wat nieuwtjes, maar geen groot nieuws. Nou ja, goed, er gebeurt niet zo heel veel. Ik denk dat alle clubs aan het diner zitten. Oh, ik denk dat ze de warme gakbal op tafel hebben staan. Oh, we hebben nieuws, dus hij wist nog niet precies hoe de ding-dong werkte. Je hebt de nieuwtjes dus. Ik denk dat als wij nu naar het vliegveld van Kopenhagen gaan, dat we dan eventueel Magnus Madsson op kunnen wachten. Want? Die gaat van NEC naar FC Kopenhagen. De deal is helemaal rond. Ja, Kopenhagen. Voor 5 miljoen. Ja, ook een goede speler. Belangrijke speler voor NEC Nijmegen. Veel goals gemaakt, veel assist. Maar die brengt nog meer op dan de speler van PSV. Dus slechte zaak voor PSV. We kunnen nog een keer. Staat nog niet op de website. Staat nog niet op de website. Weet nog niemand. Maar we zijn hard bezig. Is dat Feyenoord zich officieel gemeld heeft voor Driehoek. Ook een bot heeft uitgebracht. Oh. Dus er wordt heel hard aan Driehoek getrokken door PSV en Feyenoord. Dus we krijgen echt nog een battle. Het is wel grappig natuurlijk. De concurrenten in de competitie. Die proberen elkaar dan ook nog af te troeven op de transfermarkt. Want Arne Slot die wil graag ook nog een aanvallende buitenspeler erbij hebben. Zeker nu Dilrosun vertrokken is naar Mexico. Jesper Langbroek, jij weet alles van Mexico. En dus ook die club Amerika. Of niet? Club Amerika, jazeker. Hele grote club in Mexico. Een van de traditionele topclubs. Samen met Chivas, grootste club van het land. Ze spelen in Estadio Azteca. Een van de grootste stadions ter wereld. Nou. Dus ik snap dat Dilrosun dat een mooie stap vindt. Maar je kan ook goed verdienen in Mexico. Daar kunnen ze goede salarissen betalen. Idrissi is natuurlijk ook al van Feyenoord naar Pachuca gegaan. En nu is Dilrosun ook die kant op gegaan. Feyenoord is op dit moment de meest waardevolle club. Hoe komt dat? Ze staan niet op de eerste plaats. Nee, klopt. Ja. Dat is omdat ze Europees wat successen hebben geboekt de afgelopen jaren. Yeah. Dat werkt mee. Dat werkt aan de waarde van de spelers. Die gaan daardoor omhoog. Jiménez doet het natuurlijk heel goed Europees gezien. Qua cijfers. Heel veel doelpunten. We hebben heel veel doelpunten betrokken. Mm. En dat werkt de waarde van zo'n speler op. En toevallig zit Feyenoord dan nu boven PSV. Maar ja, bij de eerstvolgende marktwaarde-update kan dat zomaar weer anders zijn. We hebben hier ook Witte Rook. Ja. Ugalde gaat naar Spartak Moskou. Ja, en dit is nu echt officieel. Ongelooflijk veel geld. Hoeveel? We hadden net al 13 miljoen euro. Ja, nou, die hadden wij toch een heel flink stuk lager ingeschat. Wat hadden jullie ongeveer gedacht? Voor? Uit mijn hoofd een miljoentje of 6, dacht ik. En jij werkt bij? Stats Perform heet het moederbedrijf. Maar ik denk dat jullie ons beter kennen als Opta. Ook op Twitter, Opta Johan. Opta Johan, je kent haar. Dat is mooi dat jullie dan bij elke land hebben je andere. Hè? Want ik ken natuurlijk als de Spaanse variant. Wat is de Spaanse variant? Die is Opta José, maar dat is eigenlijk niet de mooiste naam. De Duitsers hebben bijvoorbeeld Opta Frans van Beckenbauer. Nou ja, wij dan Johan van Johan Cruijff.
Die vind ik persoonlijk leuker. Bergwijn naar Bayern München is van de baan. Okay. Gaat sowieso niet naar Bayern München. Bergwijn, die Spanjaard naar... hebben ze binnen van Granada. Welke transfer vind jij nou een heel opvallende transfer deze wintermarkt? Er zijn er eigenlijk een paar. Ten eerste de transfer van Henderson vanuit Saudi-Arabië naar Ajax. Interessant is dat eigenlijk helemaal onderaan deze tabel. Dat zijn die percentages die je ziet, het winstpercentage. Zie je dat ze met Henderson van bijna 60% van de duels hebben gewonnen. En zonder hem winnen ze nog niet eens de helft van de duels, 49%. Ja, en dat vertelt je eigenlijk wat je moet weten denk ik over Henderson. Het is echt een leider en een winnaar en hij laat gewoon het team beter voetballen. Zonder dat hij zelf echt uitblinkt. Goede speler. Geen discussie over mogelijk. Alleen, ik denk dat het wel een klein beetje overdreven wordt. Er wordt ook weer wel, er wordt een beetje zoveel gesproken. Net of we Johan Cruijff hebben binnengehaald. Is dan de vraag dan niet voor John van het Schip, van moet hij hem niet gewoon als nummer 8 gebruiken, Thomas? Wat vind jij? Kijk, wat ik vind is gebaseerd op de data en de statistieken. En gelukkig heb je ook nog de oogtest. Dus John van het Schip zal lekker op de training moeten kijken waar Jordan het best tot zijn recht komt. Ja. Maar op basis van de cijfers zou ik hem op 8 zetten. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En Jordi, wat denk jij als insider van, gaat hij dan ook John van het Schip kijken naar de speler en daar de positie bij bedenken? Of doet hij eerst de positie en dan de speler? Ik denk dat John van het Schip hem echt op 6 gaat proberen. Om daarmee te beginnen. En Taylor dan op nummer 8. Hielinson als aanvallende middenvelder. Daar is hij ook gek op. Ik denk dat dat echt wel het middenveld wordt voor de komende weken. Maar ja, wie weet als het niet rendeert. Dat hij dan toch gaat schuiven. En dat Henderson dan toch een nummer 8 wordt. Nog een kijkersvraag. We hebben nog een kijkersvraag. Misschien kunnen wij die beantwoorden. De kijkersvraag is. Gaat Ajax zich nog verdedigend versterken? En het antwoord... Oh, je hebt de vraag en je hebt ook het antwoord al meteen. Ik heb het antwoord ook meteen, want het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op dat er nog een verdedigende versterking aankomt bij Ajax. Even links naar rechts. Ja, ik zit er. Kijk. Het moet wel op beeld zijn. Kijk, heel goed. Ja, we willen jou wel graag zien, Joost. Joost van Aken, oud-speler van onder meer SC Heerenveen. En nu transfervrij, al sinds de afgelopen zomer, als ik het goed heb. Klopt, ja, al een tijdje, ja. Dus bijna al meer dan een half jaar, ja. Ja, en hoe komt dat? Willen ze je niet meer? Het zou ook kunnen, maar nee, ik was geblesseerd geraakt vorig jaar. Ik liep uit contract. Oh ja, ik had de revalidatie en sinds eind november ben ik weer aan het trainen bij mijn oude club, Heerenveen. Okay. En wel nu wachtend op een nieuwe uitdaging. Zijn ze nog bezig met één of twee spelers zo de laatste uurtjes, daar achter jou? Ze hebben de afgelopen weken best wel wat lijntjes uitgegooid en gehoopt op eigenlijk, nou ik ga het toch nog één keer noemen, een tweede Henderson. Een jongen in ieder geval die ook de leiding kan nemen. Oh. Alleen, ja, dat maakt het ingewikkeld. Ze wilden echt of een goede jongen hebben of niet. Dan maar aankomende zomer. Het lijkt erop dat het niks gebeurt. Maar ja, je weet het niet, hè. In de laatste uurtjes kan er van alles gebeuren. En opeens kan er wel iets mogelijk zijn. En dan wordt het misschien een race tegen de klok. Maar in principe niet. Kijk jij nu als transfervrije speler tegen zo'n transfer deadline day aan? Is dat nog speciaal voor jou? Of? Niet per se. Want ik ben er niet aan gebonden natuurlijk. Maar het zou wel, in theorie zou het kunnen zijn dat... na morgen dan dat ik misschien weer in beeld kom bij andere clubs. Waar ze in eerste instantie dachten van... Daar willen we niet aan beginnen, of om wat voor reden dan ook. Dan kom je toch weer in de picture als die afgelopen is. Dus voor mij is het meer even wachten tot die voorbij is en dan kijken of er nog wat komt. Wat voor spelers, noem eens wat spelers, want daar willen we graag altijd weten. Welke spelers vertegenwoordig jij? Recentelijk Tijani Reinders, transfer AC Milan. Sam Beukema, ook leuk. Bologna. Joël zit helaas nog op de bank bij PSV, maar gaat niet lang meer duren. Oh, en wel even de bekendste. Ja, is het nu zo, zo'n transfer deadline day, dat jij nu eigenlijk geen tijd hebt om met ons te praten? Nee, tegendeel. Ik kom net van het trainingsveld af. Dus dit is een rustige dag vandaag. Laten we hopen dat mijn zaakwaarnemer druk bezig is. Maar ja, ik heb wel een zaakwaarnemer, dus die is voornamelijk aan de gang. Maar je merkt wel dat je heel veel, echt heel veel berichten krijgt van... Ja, zaakwaarnemers waar je geen weet van hebt, die je niet kent en die denken dat ze iets moois voor je kunnen betekenen, maar meestal komt daar niet zoveel van. Nee, je hebt wel veel LinkedIn berichtjes of dat soort dingen, of niet? Ja, echt dagelijks op Instagram, zo'n goudzoeker die waarschijnlijk denkt van,
ik ga wel wat vinden, maar tot op heden stuur ik ze allemaal door naar mijn zaakwaarnemer en vaak hoor je daar niet zoveel meer. Een vrij bekende agent uit Nigeria, die belde mij. Ja. En die zegt tegen mij, als je twee spelers aanneemt, contract geeft, ben ik bereid om jou 50% van het tekengeld te geven. Ja, ik begin daar niet aan. Ik heb wel eens meegemaakt, dat was een tijd terug, Sam Hendricks in de tijd van Ajax met Mark Overmars. Okay. Eigenlijk niks aan de hand. Sam die was topscorer in jong Ajax. En op dat moment kreeg hij een belletje dat de huurdeal van Zivkovic beëindigd werd. En die moest terugkomen. Ja, en dan heb ik nog 6 uur om iets op te lossen. Dus dat was wel even stress. Ben je in een geïnteresseerde club? Malafide zaakwaarnemer, even de andere kant op kijken. Maar ja. Goede zaakwaarnemers, die vanuit het buitenland komen. Leuke, interessante club. Belletje, call. Oh ja, ik moet in het Engels praten. Please call Joost van Aken. Ja, plat gebeld. Kijk, dat lijkt allemaal in de media van je wordt plat gebeld. Maar je bent in het geval van Tiziani en Sam Beukema ook. Dan ben je daar al maanden van tevoren, weet je al. En Bologna was al 3 jaar daarvoor al geïnteresseerd. Je maakte die winnende doelpunt, daardoor kwam je helemaal in de picture. En ja, nu ben je natuurlijk hier, omdat je een transfer hebt gemaakt. Want je bent niet meer speler van USV Hercules. Nee, na de wedstrijd tegen Cambuur ben ik speler af van Hercules. En ik heb sinds vandaag te horen gekregen dat de overschrijving akkoord is met de KNVB. Dus dat is fijn. Oké, want wat is je nieuwe club? Jonge Kracht uit Huissen, waar ik ben begonnen ooit als kleine jongen. Ja. Jong graag uit Huissen. Ik kom zelf uit Huissen, maar ik ben voor de goede kant. Ik ben van de blauwe, van RKVV. Dus dat is, daar heb je dat toch niet best, jong. Nee, ik ben een verkeerde keuze gemaakt, denk ik. Maar goed, want die spelen... Ja, of jij, hè? Ik krijg trouwens via mijn telefoon krijg ik door dat ADO Den Haag Jari Vlak overgenomen heeft van FC Emmen. Dus dat was de aanvoerder van FC Emmen, die gaat nu voor ADO spelen. Jari Vlak is dan de grote aankoop van ADO. Wat vind je daarvan, Pieter? Nou, ik zeg heel eerlijk, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik heb er nooit van gehoord. Nou ja, ze staan tweede, dus kampioen. Dat gaat prima daar. Ja, dat kan je. Ja, dat zal leuk zijn. Brengen. Dat zou een mooi seizoen zijn, dat toch? Zou leuk zijn. De Ajax uitschakelen en kampioen worden. Nee, dan kan mijn jaar niet meer stuk, inderdaad. Ja, hoe kijk jij naar zo'n transfer deadline day, dat er opeens heel veel transfers rondkomen? Vind je dat een goed teken voor als scout of juist een slecht teken? Nou, allereerst vind ik het gewoon superleuk, zo'n deadline day. Ja, dan zit ik ook de hele dag gewoon het nieuws te bekijken en wat er allemaal gebeurt. En ja, als scout is dat natuurlijk extra interessant. Want je bent zelf ook steeds aan het bedenken van wat voor speler zou die club kunnen... kunnen halen. Driehoek, dat is nu een strijd hè, tussen Feyenoord en PSV. Ja, oké. Okay. Dat PSV meer geld biedt, 4 miljoen euro. Maar dat Feyenoord Leo Sauer in de deal probeert te betrekken. Okay. Dus dat eigenlijk de keuze is die Excelsior kan maken. Maar dan hebben ze al meteen een vervanger. Dat is ook weer een aantrekkelijke optie. Ja. Als Manchester United nu belt voor Joël Drommel, dan zou ik telefoon wel opnemen. Maar ja, dat zou wel heel raar. Ja, goed dat je Joël Drommel zegt, want die speelt natuurlijk niet bij PSV. Nee, hij keept in de beker. Maar goed, daar werden ze door uitgeschakeld door Feyenoord. Ben je daar nog mee bezig geweest of is dat voor latere zorg? Ja. Nee, ze hebben zeker mee bezig geweest. Ook goed contact met PSV van wat wil PSV, maar wat wil vooral met mij spelen, want ik behartig zijn belangen. Uiteraard. En op dit moment hebben wij ervoor gekozen om de rust te bewaren. Er zitten geen clubs bij wat wij denken wat nu goed is. En dan ga je met z'n drieën, de club, de speler en ik, gaan we zitten van, nou, wat wil je dan wel? En dat wordt een hele rustige keuze richting de zomer. Ja, dus dan gaan ze al die scouts, gaan het allemaal kijken. Dus als ze zien van bij Twente, de gepassioneerde scout, die zoekt ondertussen al de spits voor FC Twente op. Ook al werken ze helemaal niet bij FC Twente. Precies. Dus ik denk dat elke scout dat van nature wel heeft. Dat die zelf op zoek gaat naar vervangers. En het leuk vindt om daar over te fantaseren. Maar in het geval van Sam, hij zit er net. Maar ja, als je een wereldpot speelt en Mourinho die zegt van, goh, die is nu weg. Maar goed, die zegt van, joh, weet je wel, je speelt wel heel goed. Hou even contact. Dat is toch leuk. Tiziani doet het leuk bij AC Milan. Zeg, nou, weet je, misschien moet je Sam er maar bij nemen. Dat is ook niet verkeerd. Maar, en je hebt die contacten dus, natuurlijk al. Hè? Dus die weg die ligt er al richting Milan. Dus, en Milan is ook al bezig met Zirkzee, hadden we vernomen. Weet je daar toevallig iets van, als je toch met Milan aan het praten bent? Ik mag er niet te veel over zeggen, maar
Het is ook onze speler niet, maar we kennen alle partijen goed. En, het zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Deze laatste uurtjes nog? Nee, dat denk ik niet. Het is ook vanuit de kamp Zierikzee denk ik niet dat zijn agent ken ik en die zullen geen overhaaste beslissingen nemen. En dan druk je weer ook op de dingdong. Op de dingdong, als er een transfer is, dan druk ik meteen op de dingdong. Ik hoop dat de clubs ook zitten te kijken, dat ze denken we gunnen die jongens nog even een mooi berichtje. Misschien een belletje. Hè? Even een mooie transfer. Zo'n Zeefuik, die heeft het bij Volendam aardig gedaan. Aardig goed gedaan zelfs. Alleen de subtop van Nederland is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus het is heel spannend. Hoe hij het gaat doen in Alkmaar, maar ze hebben er vertrouwen in volgens mij. Oh, ja, Jordi, het mooie. Pieter, Jesper, Jordi, jullie hoorden allemaal de ding-dong. Want ik hoor hem deze keer eindelijk ook. Dan ga ik altijd even hier weer staan bij Michael. Je hebt de laatste transfer nu. Ja, dat klopt. Dat Telegraaf bericht dat Nottingham Forest een bod heeft uitgebracht op Akpom. Een huur. Een huur. Een halfjaartje huur en dan een verplichte optie tot koop van ruim 15 miljoen euro. Dus dat betekent dat Ajax winst kan maken op Akpom, ondanks dat hij eigenlijk maar 3,5 keer heeft meegedaan. Winst op Akpom, en dat is Akpom, is ook een Afrikaanse roots, dus komen we snel bij Pieter uit. Pieter, heeft Ajax, dat heeft dus gewoon Tjuba Akpom dadelijk met winst verkocht? Ja, ik denk dat Ajax gelijk een strik doen. En die moeten ze lopend gaan brengen naar Engeland. Als je dat geld kan krijgen, dan moet je hem gewoon wandelend gaan brengen daar. Dat is een abnormaal bedrag voor deze beperkte strijker. Bij Brighton bijvoorbeeld hebben ze ook echt scouts voor verschillende posities. Okay. Dus daar hebben ze bijvoorbeeld, als je een rechtsback zoekt, dan hebben ze echt scouts die alleen maar rechtsbacks aan het beoordelen zijn. En dat is ook leuk. Die precies weten wat moet een rechtsback kunnen als ze bij Brighton gaan spelen. Hier op een lijst staan met allemaal namen die je hebt. Maar ook er zit eentje bij William Pluim. Hè? En dit is misschien bij ons wel niet zo'n bekende speler. Maar wereldwijd is het volgens mij misschien wel jouw bekendste speler. Want hij is een grote held in Indonesië, of niet? Ja, dat is heel ver weg. En mensen zeggen dat niet zoveel. Maar gemiddeld toeschouwersaantal Indonesië ligt rond de 40.000. Stadions zitten bomvol met 80.000 man. Dat is een hele, hele grote meneer. Ik vind altijd stom om van je eigen speler te zeggen. Maar dat is de Ronaldo van Indonesië. Drie keer speler van het jaar geworden. Twee keer kampioen geworden. De jongen kan daar niet over straat. En dan praat je over 163 miljoen mensen. Dus dat is heel anders. Dat is ook, maar ja, ik ben heel trots op hem. Wat hij uiteindelijk toch bereikt heeft. Want hij heeft uiteindelijk alles uitgehaald wat erin zit. Ik belde toch nog een club, dus er moet toch nog wat gebeuren, jongens. Oké, nou snel, dan kom je terug in de show als je een nieuwtje hebt voor ons. Gebruik jij nog wel eens een fax? Een fax? Heb je ooit een fax gebruikt in je leven? Eerlijk gezegd niet. Nee? Nog nooit een fax gebruikt? Nou, Real Madrid ook niet. Oh. Want een paar jaar geleden stond David De Gea op het punt om te transfereren van Manchester United naar Real Madrid voor best een groot bedrag. Ja. En toen kon Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, die kreeg de fax niet aan de praat. De papieren werden te laat ingediend bij La Liga. Heette nog geen La Liga toen. Bij de Premier League. De division. Ja. En dat ging niet door. Mijn beste speler bij Silver Strikers. Dat is de beste speler van Malawi. Ja. Idana. Is een nummer 10 speler. Uitstekende speler. Maakt echt het verschil. Ja, die was gehuurd voor een half jaar. Dus ik gaf heel snel aan, regel het nou op tijd, dat hij tot het einde van het seizoen bij de club is. Ja, dan beloofden ze alles. Ja, en dan sturen ze in de media een fake document dat het geregeld is. En per puntje per paaltje heb ik hem 7 wedstrijden gemist, want er was niks geregeld. Ja, dat is typisch Afrika. Mocht je in een competitie zijn die op Transfermarkt wordt vermeld, hè, dan zoek je zelf en je staat er niet tussen. Kevin Lux, stuur hem een e-mailtje en dan gaat het even helemaal goed komen, of niet? Dan je moet wel echt actief zijn. Hoor. We hebben ook genoeg mensen die ons gewoon benaderen. Met name vanuit van die obscure landen die amper voetbal waardig zijn. En die willen dan op Transfermarkt komen. Want die hopen natuurlijk via ons platform naar een competitie in Europa te kunnen. Ja. Dus ik ben op LinkedIn inmiddels gelinkt met heel veel wannabe voetballers die via mij hopen op Transfermarkt terecht te komen. Wat ik een opvallende trend vind. Ja, vertel Jesper.
Je ziet dat AZ, die haalt nu die jongen van Volendam. Maar eigenlijk doen ze dat alleen maar om hem nu de tijd te geven. Ze halen hem in de winter, dan kan hij een half jaar wennen. En wanneer Pavlidis dan weggaat in de zomer, kan die jongen daar gaan spelen. En Ajax doet eigenlijk precies hetzelfde. Akpom kan nu weg, maar ze hebben die Rijkoff al achter de hand. Die wordt voor jong Ajax gehaald. Maar als je het eerste spits met Brobby hebt, Akpom wil niet op de bank zitten. Maar Rijkoff vindt dat prima. Dus je ziet wel dat zo'n winterse transferperiode geeft wel ruimte aan clubs om ook in de toekomst te gaan plannen. Ja, en dus ook creatief te zijn en heel goed na te denken hoe het nou het verstandigste mee omgaat. Dus het zijn niet allemaal paniekerige transfers dus. Het ziet er op zich wel een gedachte achter. Uiteindelijk wel, ja. Oh, stop Jesper, we hebben breaking news. Ding dong, nu ga ik er zelf op drukken ook. Hier, ding dong, ding dong. Kijk, want Pieter heeft het nieuws. De naam. Oh ja, ik ga de naam, dan ben ik hem weer kwijt. Even Drogba. Nee, even kijken wat het is. even kijken wat de naam is. Ik had de naam. Ja. Even kijken wat die naam is. Wacht, in spanning af, hè. De mensen zitten hier nog. De naam is Marcel Tisserand. Tisserand. Oudspeler van Monaco. Dan, hè? Tisserand. Ja, maar oké. Die spreekt alleen maar Engels, joh. Spreekt alleen maar Engels. Vaarwel. Jongens, tot volgend jaar. Ja, nou ja, volgend jaar, nee, natuurlijk, zomertransferwindow. In de zomer zijn we er weer, trekken we onze bikini aan. En dan zeggen we allemaal lekker terugkomen bij de SN Transfer Show. De transfer show van Soccer News.